Mukulu, nu wel goed afgeblokt door Avis. Stevige tackle. Daar is Leko en nu Mukulu. Mukulu nog steeds. Mukulu vastgehouden door Avis. En zal dit dan de eerste gele kaart zijn voor Bernd Avis? Ik denk het wel. Ja, het is de eerste van de wedstrijd voor Bernd Avis. En ik zei het, ze hebben alle moeite met Mukulu vandaag. Hij is snel, hij is balvast. En dan komt er al eens een arm of een elleboog aan te pas. En dus weer een van die vrije trappen van Leko. En deze zijn gevaarlijk, want insnijdend. Leko, goede bal. En dan de bal vergeten door Gueye daar bij de tweede paal. En verbiest razend. Want hij passeerde weer alles en iedereen die bal. Ze bibberen op hun benen als Leko optrapt. Altijd gevaaronderlijk. Kijk eens. Foley eronderdoor. En Gueye die was al ietsje te ver om nog binnen te duwen.